Op 27 maart organiseren we een banenmarkt voor iedereen die op zoek is naar werk of een andere baan. Meer dan 40 organisaties uit Peel en Maas presenteren dan hun vacatureaanbod in het huis van de gemeente. Vacatures op het gebied van zorg, techniek, de bouw en nog veel meer. Ook kun je een workshop volgen. Onze collega's Emilia Saalmans, Ryan Bruiste en Mira Keizer vertellen hier meer over. Ik ben Emilia Saalmans en ik werk bij de gemeente Peel en Maas als arbeidsbemiddelaar en adviseur voor de bedrijven op het gebied van personeel. Ik ben verheugd om jullie allemaal uit te nodigen voor een bijzonder evenement die we binnenkort organiseren in het huis van de gemeente. Deze banenmarkt is een ultieme bestemming voor iedereen die op zoek is naar een nieuwe baan, carrière-mogelijkheden of professionele groei, maar ook voor netwerkmogelijkheden met verschillende organisaties en bedrijven binnen onze gemeente. Wij hebben een indrukwekkende lijst aan verschillende deelnemers, deelnemende bedrijven zoals Neptunus, Baron Frits, Cedre Living en Regio Service en veel meer die klaarstaan om jullie te ontmoeten en praten over verschillende mogelijkheden die zij te bieden hebben qua werk, stages, traineeship en nog veel meer. Maar dat is niet alles. Naast de talrijke carrière-mogelijkheden biedt onze banenmarkt ook een aantal waardevolle activiteiten zoals cv-check, loopbaanadvies door verschillende loopbaanadviseurs, mogelijkheden die tot omscholing leiden en ook netwerkmogelijkheden met verschillende professionals. Of je nu net afgestudeerd bent, op zoek naar een nieuwe baan bent of nieuwe carrière-mogelijkheden wil ontdekken, deze banenmarkt is voor iedereen die een carrière een boost wil geven en een nieuwe kansen wil ontdekken. Wij zijn Ryan en Mira, werkzaam bij het cluster P&O. Tijdens de banenmarkt is de gemeente Peel en Maas ook aanwezig als potentiële werkgever. Wij staan jullie daar dus te woord en laten je graag zien wat de mogelijkheden zijn binnen de gemeente Peel en Maas. Maar als je wil gaan solliciteren, dan wordt er ook vaak gevraagd naar een cv. Maar wat zet je nou eigenlijk op een cv? Ja, en wat niet? Ja. Wij adviseren je graag over de inhoud van het cv. Dus neem een cv mee, we lopen het graag met jullie door en geven wat tips. Dus, zien we jullie daar. Tot dan. Dus, zoek je werk of wil jij een andere baan, misschien wel dichter bij huis? Kom dan op 27 maart naar het huis van de gemeente. Tussen 5:30 en 8:30 staan onze deuren open. En neem gerust iemand mee.